Vandaag heb ik eindelijk mijn film gefilmd. Waar echt al maanden op had gezegd dat ik dat zou doen. En ik heb het dus nu eindelijk gedaan. Eindelijk ben ik eraan toegekomen hoe ik mijn video's edit. Best wel pittig. Mij mega vaak gevraagd van hoe edit jij je video's? En waarmee edit je je video's? Jullie snappen wat ik bedoel. Ik edit mijn video's met iMovie. iMovie en ik zijn getrouwd en ik hou van iMovie. Dus vandaag speciaal voor degene die dat heeft gevraagd aan mij. Van hoe edit jij je filmpjes? Of wil je een keer laten zien hoe je je video's edit? Bij deze speciaal voor jou heb ik deze video opgenomen. En ik hoop dat je het leuk vindt. Als je het leuk vindt, vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. Dan zou ik zeggen, laten we maar snel beginnen. We beginnen met nummer 1. Wat ik doe is kopiëren. En dan plak ik het ernaast. En dan sleep ik het als het ware de twee fragmenten die ik bovenaan wil hebben naar boven. En dan krijg je een pop-up. En daar klik je dan op. En het enige wat je dan doet is vervagen. En dan zie je hier het resultaat. Het is echt super makkelijk. En ja, het is zo gedaan. Dan heb je dit effect dat het een beetje alsof je dubbel ziet. Hack 2. Ik heb altijd heel veel greenscreens in mijn video's. En ik maak ze zelf of ik koop Gabriella. Dit is haar YouTube kanaal. Je kan alles gewoon van haar pakken. Zolang je maar wel haar link in de beschrijving zet. Off-Liberty gebruik ik om video's op mijn desktop te krijgen. Dus de groene scherm. Zodra die gedownload is, sleep ik als het ware gewoon het filmpje boven mijn filmpje. En dan op een gegeven moment zie je waar je moet knippen en plakken. Om het effect te krijgen, weer krijg je zo'n extra button. Klik je op. Je klikt op groen-blauw en dan heb je dit effect. Hack nummer 3 is ook wel belangrijk en gebruik ik ook heel erg vaak. Dat is ook weer een green screen, maar dan met geluid erbij. In principe hetzelfde doen als we net hebben gedaan. Je plakt en knipt het gedeelte wat je wil. Ik heb hiervoor het witte gedeelte gekozen, de rest verwijder ik allemaal. Ik klik op het groene scherm, krijg je weer dat pop-upje dat ernaast komt. En daarna klik ik weer op groen-blauw scherm. Ik zal het nog een keer laten zien, groen-blauw. En dan heb je dit effect. Alleen wil ik het geluid, dus je gaat naar audio. Je kiest het geluidje wat je wil. Je sleept hem eronder, maar zorg wel dat hij precies op het witte gedeelte komt. En dan heb je een effect met geluid. Hack 4 is ook echt heel erg makkelijk. Hou wel de maten aan die ik hier heb beschreven. 1080 bij 720 voor in je video's. Dan heb je altijd de juiste maat. Je doet op transitions klikken, dat het transparant is. Ik ga altijd naar mijn eigen lettertype. Ik heb altijd babas. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Babas. En wat ik dan doe is gewoon lookbook schrijven en ik verander de kleur. Ik bewaar het op mijn desktop en vervolgens als je het bewaard hebt, sleep je het naar je filmpje. Zo simpel is het. Een kind kan er was doen. Ik maak hem altijd wel passend. En dan heb je dit effect. Super simpel en super makkelijk. Hack 5 alweer is als je tekst in je video wil hebben met een blurry achtergrond. Ik zie hier dat ik gewoon lookbook intyp. En uiteindelijk wil ik mijn eigen lettertype. Dus ik ga helemaal naar onder. En dan kan je je eigen lettertype selecteren. Als je dat hebt gedaan, verander je de tekst of maak je hem groter. Ik doe altijd op z'n grootst. En dan heb je dit effect. Oké, dan bedankt voor het kijken naar mijn editing video. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. En vergeet ook niet te abonneren. En als je dan toch abonneert, vergeet dan niet het belletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Ik upload 2 keer in de week op dinsdag en op vrijdag. En waarvan 1 keer in de week sowieso een DIY video. Doei doei!